Vanwege de stijging van aantal besmettingen van COVID-19 heeft de regering wederom wat maatregelen getroffen. Nou, dat is niet in goede aarde gevallen bij bepaalde groeperingen in Suriname. Vandaar dat er dan ook protesten zijn gehouden. De vertegenwoordiger van de organisatoren van events, die heeft vandaag dan ook op deze regeringspersconferentie het woord gevoerd. Ook minister Amar Ramadine van Volksgezondheid en andere belangrijke actoren binnen het geheel. We voeren nu naar dit verslag. Vanmiddag een gesprek gehad met leden van het kabinet van de president. Onder andere de heer Alvin Roosevelt. En we hebben van gedachten gewisseld. Inzake de COVID-maatregelen, nieuwe COVID-maatregelen, die direct betrekking hebben gehad op met name de entertainment- en eventsector. Je moet begrijpen dat sinds het moment was aangetreden dat wij deze COVID-maatregelen te horen hebben gekregen. Wij verbaasd waren, met name vanwege het feit dat ruim 2 tot 3 dagen geleden wij geconfronteerd waren met het heugelijk feit dat de ingediende protocollen, de door ons ingediende protocollen met betrekking tot entertainment, reeds goedgekeurd waren. De eerlijkheid moet mij, ik moet heel eerlijk zijn dat wij op een gegeven moment tot de conclusie kwamen dat er een behoorlijke ruis was aan communicatie. En dat had onder andere geresulteerd in onder andere het misnoegen, het uiten van misnoegen door leden van de entertainmentsector en dat heeft zich geuit in een protestmanifestatie vanmorgen. En ik moet mij haasten om aan te geven dus dat hoewel ik daar niet zo happy mee was, was het toch een best wel een uiting van misnoegen over de gang van zaken met betrekking tot de entertainmentsector. Op basis daarvan hebben we een gesprek gehad met de mensen van het kabinet. En ik moet zeggen dus dat dat gesprek vrij goed is verlopen. Ik heb ook contact gemaakt, ik heb heel vaak contact gemaakt zelfs, met de minister van Volksgezondheid. En ik moet zeggen dus dat daarnet, uit de daarnet verkregen informatie, dat ik toch wel zeg dus dat er best wel lucht in de tunnel is. Wat betreft de seniorendag die er vandaag georganiseerd is vanuit het kabinet van de president, zijn er enige misverstanden die ik heel graag met u zou willen clearen. In eerste instantie de feiten. Na plotselinge afkondiging van de nieuwe maatregelen maandag is er overleg geweest en in eerste instantie is er over nagedacht om het event al dan niet te cancelen. Organisatorisch was alles reeds in place gebracht om onze seniorenburgers als dank voor hun inzet voor land en volk een fijne dag te bezorgen conform alle COVID-19 protocollen. Zoals u heeft kunnen waarnemen in de berichtgeving hieromtrent, ging het steeds om een dankdienst en het is door andere personen anders geïnterpreteerd, maar het ging om een dankdienst waarbij de protocollen leidend zijn en aangeven hoe je invulling moet geven aan zo'n event. Een van de zaken is bijvoorbeeld het aantal personen dat toegestaan is op een vierkante meter. We moeten er wel bij stilstaan dat kerken op dit moment of religieuze organisaties nog steeds hun dankdiensten of gebedsdiensten mogen houden en dit was in de trant daarvan. Ik wil naar de samenleving toe mijn direct verontschuldigen, omdat waarschijnlijk de informatiestroom omtrent dit specifiek gegeven niet correct naar buiten is gekomen of niet genoegzaam.
Uiteindelijk is besloten om het event aangepast te laten voortgaan, maar is ook besloten om na de vele misvattingen delen af te zeggen die afgezegd konden worden. Echter hadden we mensen vanuit de verre districten die met bussen aangevoerd zouden worden. Die mensen zijn dus aangevoerd en in principe was het doel om het een drive-thru event te houden, compleet naar het principe van drive-thru en dat wil zeggen stoppen, zaken in ontvangst nemen en doorrijden. Aangezien het gaat om seniorenburgers en aangezien ze een heel lange rit hebben gehad, is gekozen om op een gegeven moment een intermezzo in te lassen en de mensen een moment te geven om uit te stappen. Er waren veel minder mensen dan gepland. De First Lady heeft de bedankjes afgegeven, de pakketten, en de mensen zijn weer in de bussen gestapt. Er is afgeweken van het concept dat ze daar langer dan nu het geval is, dus langer dan nodig, daar zouden blijven en zouden kunnen genieten van de dankdienst en de optredens daarbij behorende. Die hebben geen voortgang gevonden. We kunnen een semantische discussie gaan voeren over het woord drive-thru, maar ik heb u zojuist de feiten gegeven. En in andere tijden hebben we in principe, in tijden van nood, want we hebben nu een crisis op handen, zou je soms moeten afwijken van voorgenomen plannen afhankelijk van wat er zich gebeurt op dat moment. Ik was in een andere hoedanigheid in conclave met de PECS en dat had heel erg veel haast erbij. We wilden dat dat gesprek correct moest verlopen, waardoor leden van mijn dienst mij niet correct konden bereiken. De meeting van de First Lady was in eerste instantie vandaag, of tenminste de gedankdienst, was een besloten event waarbij de pers niet is uitgenodigd. Dat was allang zo. Echter hebben wij gezegd, stel alle beeldmateriaal ter beschikking en als er vragen komen, kunnen we die vragen op een ander tijdstip afhandelen. Dat is een beetje anders geïnterpreteerd en ik heb die appjes ook naderhand gelezen van mensen die hebben aangegeven, we werden geweerd om naar binnen te gaan of we kunnen niet naar binnen gaan. Nogmaals onze verontschuldigingen, de opzet was een zodanige opzet dat we een gesloten event zouden hebben met een persstatement daarna, zoals gebruikelijk is wanneer we onze eigen events hebben. Als er daarover onduidelijkheid is, kunnen we daar straks op ingaan. Maar nogmaals, ik wil de nadruk leggen, het was geen commercieel event, niet een event om geld te verdienen. Het was een sociaal event met een religieus karakter. En het was in principe een evenement om onze ouderen te danken in deze toch al moeilijke tijd die ze hebben en ze uit het isolement te halen. Als we ervan uitgaan dat de oudjes of vele van deze oudjes pakweg vanaf maart binnen hebben gezeten. We zijn hier bij elkaar vanmiddag gekomen omdat we inmiddels weten dat COVID natuurlijk een landelijk probleem is. En vandaar dat alle districtscommissarissen waren uitgenodigd om deze meeting bij te wonen. Dat georganiseerd is door een cluster van ministers. En deze clusters van ministers hebben gemeend om in deze fase waarin ons land zich nu thans bevindt. We zitten met een verontrustende situatie. Dat wil zeggen, u heeft zelf gemerkt dat het aantal COVID-besmettingen toeneemt weer, jammer genoeg. En zoals aangegeven tijdens de briefing, is dat alles te wijten aan het gedrag van ons Surinamers. Derhalve zijn de regels aangescherpt. We gaan richting code oranje weer. Dat betekent dat de lockdown tijd zal zijn van 9 uur tot 5 uur in de ochtend. En dat het aantal mensen dat bij elkaar komt voor evenementen gedownsized is van 30 naar 20. Deze informatie en alle andere informaties die we vandaag ook met elkaar hebben gedeeld. De meeting had ook een evaluerend karakter. De verschillende DC's hebben aangegeven hoe het is gegaan in hun eigen verzorgingsgebied. Zoals u ook weet, Paramaribo is natuurlijk de hoofdstad van Suriname. En op een of andere manier vindt ook hier dan ook de meeste entertainment plaats en de meeste gezelligheid. December natuurlijk is een maand waarin traditioneel de Surinamers heel graag feesten, zoals we dat noemen. En op zich is daar natuurlijk niks mee aan de hand. Was het niet zo dat ons land op dit moment ondermijnd wordt, in bijzonder de gezondheidszorg van, met betrekking tot COVID-pandemie. Derhalve heeft de minister heel duidelijk ook aangegeven, de minister van Volksgezondheid, dat het voor hem van eminent belang is dat de gezondheid van de Surinamers op de eerste plaats staat.
En daarin wil hij geen concessies doen. Ja, laat het heel duidelijk zijn, de minister zegt heel duidelijk, ook aan ons districtscommissarissen, voert u alsjeblieft patrouilles op, probeer nog creatiever te zijn, zet nog meer mensen in, dat betekent dat wij vanuit het districtscommissariaat ook veel meer op straat zullen zijn met patrouilles. We zullen nog meer bestuursambtenaren in gaan zetten om in ieder geval die surveillances op te voeren, de mensen te motiveren vooral om hun gedrag te veranderen en het losbandig gedrag voorlopig daarmee te stoppen en zich houden aan de lockdown tijden ook. U weet zelfs dat dagelijks heel wat Surinamers worden opgebracht naar POC. Dat is een schandelijke situatie in feite wat daar plaatsvindt. Dat betreuren wij ook. En wij vragen dan ook van hieruit ook aan de ondernemers om mee te werken. Om een situatie te creëren waarbij zij ook partners worden van de regering en geen tegenstanders. Wij gunnen natuurlijk elke onderneming zijn inkomsten. Daarvan zijn we ook bewust. We willen niemand onaangenaam zijn, ook bij het optreden met de politie. Proberen we altijd coulant te zijn naar de samenleving toe. Wij voeren nog steeds geen repressief beleid, dat wil zeggen. We ronselen, we pakken mensen niet oneigenlijk op. We leggen nog steeds geen boetes op. Maar het is veel meer vermanend, corrigerend. En zo proberen we onze bijdrage ook te leveren. Om vooral met de komende feestdagen in aanzicht, kerst, oud opnieuw, jaarwisseling, om bepaalde zaken ook na te laten. We hebben ook hier unaniem afgesproken met elkaar. We kennen de traditionele Pagara-estafette. Er is heel duidelijk aangegeven hier dat helaas, ik betreur dat, wij geen Pagara-estafette zullen hebben. En de reden is denk ik genoegzaam bekend. Ook ten aanzien van verkoop van vuurwerk is aan ons gevraagd als districtscommissaris om erop toe te zien dat bij de verkoop dat mensen zich houden aan de regels en ze niet massaal de verkooppunten bestormen om vuurwerk in te kopen. Dus ook een stukje verantwoordelijkheid ook van de ouders toe om erop toe te zien dat ze wachten met het kopen van vuurwerk totdat het is toegestaan en dat ze zich daar ook ordentelijk gaan gedragen. Wij zullen de controle in ieder geval ook daar weer op gaan voeren en het worden eigenlijk voor de commissarissen en alle andere wetshandhavers zware tijden. Wij zullen overuren moeten maken om ervoor te zorgen, in ieder geval, dat die gezondheid van de Surinamers gewaarborgd is. En dat we misschien met het verrassend antwoord kunnen komen over een paar weken in januari, dat COVID terug is gelopen tot nul. En ik kan helemaal onderschrijven wat hier aan tafel gezegd wordt. DC, bedankt voor de ondersteuning. We hebben vanmorgen inderdaad een overlegstructuur, overlegmoment gehad met de diverse districtscommissarissen, het Nationaal Leger, de vertegenwoordigers van Justitie en Politie en de ministers van Defensie en mijn persoon. We hebben daarbij van gedachten gewisseld. Er waren wat instructies die wij vanuit de regering moesten geven aan de districtscommissarissen, maar meer nog was het een heel goed overleg omdat wij van de DC zelf hebben mogen vernemen welke praktische problemen zij ervaren en waarbij er ook afspraken zijn gemaakt dat er een goede terugkoppeling moet zijn zowel vanuit de operatie zelf, dus vanuit het veld waar de DC's persoonlijk bezig mee zijn, naar de autoriteiten, dus de regering toe en omgekeerd dat dat ook op tijd vanuit de regering naar de DC's en op de juiste manier worden terug gecommuniceerd. Dus we hebben goede afspraken gemaakt, we hebben de DC's gevraagd om zoveel mogelijk, en hierbij doe ik dan via de DC's ook een oproep en een beroep op de bestuursdienst en de bestuursambtenaren, om zoveel als mogelijk de ondersteuning te bieden in deze periode, met name ondersteuning aan het quick response team. We hebben al gesteld gisteren dat er een clusterteam kwam van inspectieautoriteiten. Dat is de arbeidsinspectie, milieuinspectie, het Nationaal Leger, de politie en de bestuursdienst. En dat wij gaan proberen, niet door sancties, maar door goede controle,
mobiliseren van personen, motiveren van personen om zich te houden aan de maatregelen, toch die gedragsverandering te krijgen, dat wij niet verder hoeven te gaan tot sancties en andere maatregelen strakker hoeven aan te trekken. Nogmaals, de communicatie naar de DC's zijn de belangrijkste werkarmen van de ministers in de districten van de regering in dit kader, omdat wij vanuit Paramaribo het beleid bepalen, maar in de districten er ook veel praktische problemen zijn. Deze is ook met heel veel issues te kampen hebben en die zijn ook vandaag met ons gedeeld. Dus wij nemen dit ook mee naar het clusterteam en wij zullen elkaar ondersteunen, omdat uiteindelijk, zoals bekend is, de regering pas maatregelen en maatregelen strakker gaat trekken als er een dreiging bestaat. En ik heb die dreiging goed verwoord, ik heb de dreiging duidelijk aangegeven en er is behoorlijk begrip. En ook wij zijn bereid vanuit de regering die communicatiestructuur via de DC's, maar ook de DC's via ons te stimuleren. We gaan met de samenleving moeten communiceren. Die awareness is nu heel belangrijk. Willen we erger voorkomen, dan zullen we nu op dit moment ons gedrag moeten veranderen. We zullen nu rekening moeten houden met evenementen, met activiteiten waar het op elkaar zijn niet gunstig zal uitpakken voor niemand, maar dat wij de belofte maken aan de samenleving dat zo gauw dat weer mogelijk is, u van deze regering het eerder hebt ervaren, dat wij weer wat tegemoet kunnen komen naar de samenleving toe. We weten en we begrijpen hoe belangrijk vrijheid is voor elk mens. Ook wij willen graag dat iedereen vrij is. Maar onze strategie van de lockdown van 11 naar 9 blijft nog steeds recht overeind staan. En we zullen aangepast onze activiteiten, zij het bedrijfs-, werk- of feestactiviteiten of andere ontspanningsactiviteiten, om het zo te zeggen, moeten gaan aanpassen. Zodat wij in ieder geval nog in de decembermaand een fijne tijd met elkaar kunnen hebben. Maar de gezondheid, zoals de DC zegt, dat staat op high priority voor de regering. Ik heb gisteren dit geval ook gehad waarbij er werd gesuggereerd dat beveiligingsbedrijven hun werk niet goed deden. De mensen klagen dat ze zijn benadeeld en dat er niet wordt opgetreden vanuit de autoriteiten. En ik heb maar één ding gezegd. Lever ons die bewijsstukken van die bedrijven, van de mensen die klagen en dan pakken we het aan, we stellen onderzoek in. Als u zich op het standpunt stelt dat er dagelijks in Wanica, het was een voorbeeld, maar ik haal het toch aan omdat u het hebt gezegd, 10 feesten zijn, dan wil ik u wel vragen, want u praat tot de regering hier, dat ik u graag zou willen vragen als het feesten zijn die door de regering zijn georganiseerd. En het zien van iemand op een feest, gekoppeld of niet gekoppeld aan de regering, betekent nog niet, meneer Pinas, dat die persoon, dat de regering dat feest heeft georganiseerd. En terecht, precies wat meneer Roosveld zegt, wij zijn ook mensen. We willen ook op een waardige manier met elkaar het jaar ook afsluiten, zoals we dat ook willen voor elke Surinamer. En u verwacht natuurlijk een antwoord om dat ik ga zeggen, nee, het is niet waar en zo, we proberen alles onder protocol te doen. Natuurlijk proberen we het onder protocol te doen. En ik heb, als u goed hebt geluisterd naar mijn statement, meneer Pinas, gisteren heb ik ook gezegd aan het einde, ook wij gaan inleveren, want ook wij gaan evenementen herinrichten, annuleren of verschuiven. Dat hebben we gezegd. En ik neem aan dat ik hiermee deze vraag heb beantwoord. Maar het is niet terecht om te stellen dat u 10 feesten ziet in Wanica en u daar mensen ziet, dus het is de regering die heeft georganiseerd. Dat is niet terecht. Dus dat moet ik ontkennen. Meneer, ik kan u onderbreken. Ja, dat kan dus niet gezegd dat de regering die feesten organiseert, hoor. Kan de minister even zijn verhaal? Nee, maar hij moet wel correct blijven. Ja, oké. De minister is aan het afronden, ja, minister. Ja, ik heb gesproken, ik heb u rustig laten praten, tot meneer Pina. Ik weet dat u me lang niet hebt gezien. Maar zo meteen praten we. Dus het is gecorreleerd daaraan. En ik versta ook goed Nederlands en ik versta ook goed die ondersteken. Dus belangrijk is, de regering zal, en we leren van elkaar toch? We leren uit fouten die we eerder hebben gemaakt, want we zijn mensen. Anders waren we niet nu waar we zijn, we moeten leren uit onze fouten.
En ik zeg terecht, u maakt een kritische noot. En we zullen de oproep ook doen binnen de regering. Ik weet nu al, kan ik u zeggen. Met een heleboel, en de minister Defensie was vanmorgen hier. Vanmorgen zei ze me nog, ik had een seminar gepland met 100 man van het leger, denk ik. En die heb ik geannuleerd. Andere ministers op de app, ik had de activiteit, ik heb het geannuleerd. Terecht. En ik ben blij met die aanpak en met dat inzicht. Dus wij zullen sowieso vanuit onze zijde als regering alles aan doen om zaken die gepland waren, als het mogelijk is, te annuleren. En als het anders niet kan, dat we het herinrichten naar een kleinere groep, et cetera. Ik mag u aangeven, de volkskerstzang, bijvoorbeeld aanstaande vrijdag. De president heeft mij gevraagd, minister, bekijkt u toch alle mogelijkheden dat het toch doorgaat? Omdat er verwachtingen zijn bij de gelovigen. En dat we zeggen van, we willen alle ruimte bieden. Ondanks de situatie dat we gisteren dit hebben aangekondigd, zeg ik, president, we zullen kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ga zo meteen met de organisatoren in overleg. De bedoeling is dat we het onder beheersbare condities wel voortgang kunnen laten vinden. Het moet niet zo zijn dat we ook niets meer kunnen doen, toch? Dus ook organisaties, en daarom zit men in mijn slag hier, ik heb hem ook net gezegd, ik wil naar alles kijken wat jullie van plan zijn. Maar het is geen toezegging, het is ook geen verwachting die je moet hebben dat het automatisch goedgekeurd is. Laat dat duidelijk zijn, maar terecht blijft u ook goed kritisch volgen, dat is natuurlijk uw recht. En wij zullen daarop ook letten, zodat we deze discussie het vervolg niet hoeven te hebben. Wij weten dat er enorm veel kritiek is. Er is ook heel veel sympathie, laat me dit zeggen. Er is kritiek en er is sympathie. En de kritieken wil je overgaan tot het toevoegen van sancties, natuurlijk. Met betrekking tot de avondklok vind ik simpelweg dat je inderdaad kan zeggen, tussen 9 en 5 uur op straat is er geen gedegen verklaring voor moeten betalen. We hebben de mensen niet op zak, wat moet je doen? Dus dan moet je conform de regels handelen. Dit nemen we mee, meneer Winston, we nemen dit mee, omdat dit al een poosje speelt. Maar gezien de situatie redelijk onder controle was de afgelopen weken en maanden, dan hebben wij minder van dit soort problemen gehad en waren we niet zo actief bezig hiermee. Terecht zeggen we nemen dit mee om binnen het grotere overlegstructuur te bespreken. Met betrekking tot die grenzen, ja, de clusters zijn inderdaad ook, enkele van ze, van de personen zijn gerelateerd aan die influx vanuit de Franse zijde. En we hebben gisteren bij de persconferentie gezegd, er zijn belangen over en weer. Zowel aan de Franse zijde als Albina. Omdat mensen aan beide kanten wonen, kinderen gaan zelf naar school, er zijn persoonlijke en economische belangen. En het is naar schatting ongeveer 3000 personen die daar dagelijks bezig is, actief is in de regio. We hebben wel gezegd, en daar komt minister Defensie en Jospel binnenkort uit, over de, en misschien kan vertegenwoordiger van het leger dit even benadrukken als het al bekend is, dat er op de Oost-West-verbinding wat intensievere controles zullen komen. Daarover zullen de twee collega's van mij, Defensie en Jospel, zich eerst beraadslagen, om dan in ieder geval een betere en strakkere controle te hebben over de weg en weten wie binnenkomt. Maar er zijn ook geluiden in het verleden, ja, je gaat controles doen en mensen stappen uit de auto en lopen even en stappen weer elders. Dus dat soort van excessen, daarop moet je voorbereid zijn. Maar de grenzen sluiten op dit moment. Ik denk dat we met een betere bewaking van die grenzen, wat een enorme uitdaging is, wel wat successen zal boeken. En met betrekking tot de grens, als je zegt de luchtgrens, de luchtruim naar Nederland, daar wordt deze week over beslist hoe verder we gaan. Omdat er meerdere aspecten zijn. Eén is de situatie in het land zelf in Nederland, waarbij er een totale lockdown is. Dat geeft aan hoe ernstig het is. En het tweede is de eis van Nederland dat vanaf vandaag elke niet-EU-reiziger een PCR-test moet overleggen. Ongeacht de situatie in het land, het ging natuurlijk een beetje niet rationeel, als niet rationeel benaderd kan worden, omdat je zegt, onze situatie is veel gunstiger. Maar aan de andere kant kijken we ook naar onze lokale testcapaciteit. Want als ik op een vlucht 200 man heb die naar Nederland gaan per keer, en ik moet 200 testen doen voor iedereen,
En ik heb 2 tot 4 vluchten van SLM en KLM per week. Dat betekent dat ik al gauw bij de 1000 testen op weekbasis commercieel moet laten inzetten. Alleen voor een bewijs aan bij aankomst. En dan zit ik met mijn testcapaciteit die ik voor mijn Surinamers moet bewaren. Dat wanneer dat nodig is bij ziekte, ik dan straks door mijn testcapaciteit heen ben. Dus er is dus een stukje planning belangrijk. Maar als het zo mag zijn dat ik geen testcapaciteit heb, dan zullen we het ook laten weten aan Nederland dat wij helaas niet kunnen voldoen aan deze eis en dat als gevolg daarvan dit de consequentie is. Namelijk dat we ons bijvoorbeeld alleen maar essentiële personen zullen sturen en dan moet het duidelijk zijn wie essentieel is. Dus het is niet zo makkelijk om te stellen dat we nu beslissen dat we het luchtruim daar met Nederland stoppen. Het zal moeten gebeuren op basis van een gedegen onderbouwing.